Nou, dames en heren, welkom in Duitsland. We zijn afgezakt omhoog gegaan naar het zeer zonnige, zeer warme Ossesleben. En ja, jullie vinden ons nu eigenlijk midden op de dag. We hebben allemaal een stuk of 3 sessies gehad. De eerste vrije training hebben we gehad. Zometeen gaan we de eerste kwalificatie in. En morgen is dan pas de tweede, dus morgen hebben we nog een hele dag. En het gaat wel prima. Ik zit bijna de tijd van vorig jaar. Weer ziet hij goed uit. Morgen alleen wel bloedheet. Voorlopig gaat het prima. Danny, vertel eens. Hoe gaat het bij jou vandaag? Oh, goed. Lekker inkomen. En voor de rest is het. Heb je een doel qua rondetijd voor dit weekend? Ik wil PR van vorig jaar verbreken. Dus eerst in 35. Dan moet het nog wel een beetje doorgereden worden. Maar dat gaat het wel. Sander, ben jij nog een beetje tevreden met hoe het gaat vandaag? Zeker. Gaat lekker? Heel lekker sessies gehad. Dus over 50 minuten gaan we kwalificeren. Dus kijken wat er nog in die banden zit na 4 uur op 150 graden. Ja. Helemaal droog en koud, kutbanden. Ja, gaat zien. Nou, je hoort het, gaat hier hartstikke prima. We hebben het. Kijk, kom, man. Wat is dat dan? Te rijden. Dit hoort dus kleur te hebben. Niet zo zwart als hier. Geen stel hoor. Kijk, Johnny Collet. Geen stel. Is dat Justin? Wil Justin in de vlog? Ik wil altijd een case voor. Hallo Justin. Hallo, mooi man. Nee, je ziet het. We hebben leuke buren. Nou ja, leuk. Luide buren. Wordt een goed weekend. We hebben niks meer te zoeken met de kanaal dan. Goed, doei. Ja, goed, alleen. Dit was echt zonde. Ja, dat ben ik wel. Dat ben ik. Nou, het is inmiddels al dag 2. Gisteren hadden we dus kwalificatie 1, vandaag kwalificatie 2, maar het was precies hetzelfde. We gingen eruit en ik had niet echt tempo. En binnen 10 minuten iemand op zijn mijl en dat was een rode vlag. Ik werd niet meer gestart. Vanochtend dus weer, ik zit vast in een groepje. Weer na 10 minuten een rode vlag. En ja, dus ik heb nu een 11e tijd. Danny, jij had een 16e tijd. 21ste algemeen. Maar Okay. Voor mij, ja. Okay. Voor mij algemeen 21ste startplek. Ja. Nou, er zijn 2 klassen bij elkaar, beide 1000. Dus best wel druk. Maar omdat de kwalificaties gewoon totaal verpest zijn, gaat het best wel goed. Wat horen we nu nog? We zijn wonder boven wonder niet van de baan gestuurd. Want we mochten de sessie niet delen, we hadden 10 vrije trainingen. En die hadden we gedeeld, mocht ik hem niet. Nou, Danny heeft zich een keer misdragen, Sander heeft zich een keer misdragen en nu heb ik me een keer misdragen. Dus we hebben niet de grootste vrienden hier gemaakt. Maar we wel vrienden hebben gemaakt. Hier zien ze. Leroy's motor wil niet meer starten, allemaal problemen met de rest. We kunnen het proberen maar, hè, met die. Maar we hebben nu wel gefixt. Ja. De spoeltje staat open, nu gewoon zo. En zo stel je een BMW. Lekker bezig.
die kan ook niet doen. Ging je bij jou? Ja, wel heel leuk. Vol leuk. Oh, ik zou met Rick Volgraaf, Klaassen bel, ja. Sander bel, Roos bij jou bel. Dat zijn ook altijd, zou je ook wel een doorgepast hebben. Waar zet je die rijdt echt mijn uitlaat aan? Eerste bocht. Oh, ik zie je. Het is echt heet. Het is zo heet dat dit zelfs lekker is. Woe! Geen punt, bij Kawaii. Lekker. Dankjewel. Nu voor het 18 plus gedeelte. Nou, na een korte warming up staan we nu alweer klaar voor race 2. Over 15 minuten gaan we starten. We zijn al deels aan het opruimen. Maar het is iets koeler, wel iets meer wind. Maar we gaan het gewoon aanzetten natuurlijk. Let's go!
vet! Oh, dat was echt fucking vet! Die was goed, joh! Fuck it! Yes! Wat een je goede start! Wat een kutstart! Zo! Daar kom ik bijna zo, met Joris, joh!